Want de VAP is geen populistische partij. De VAP is geen Jan Drie partij. De VAP is geen partij om geld te komen strooien. De VAP is een partij voor duurzame ontwikkeling. De VAP is een partij om te werken voor de toekomst. De VAP is een partij om te werken voor jullie kinderen. De VAP is er om jullie te beschermen. Om jullie te beschermen. Tegen onrecht, tegen grondroof. Wij gaan jullie beschermen. En grond is een issue, ja. De minister van LVV, die was net heel bescheiden hier. Heel bescheiden. Maar hij noemt die projecten, die mooie projecten die hij gaat uitvoeren. En daarvoor heeft hij zoveel gronden gereserveerd. En wat ziet hij plotseling? Hij krijgt stukken dat plotseling zijn gronden, zijn landbouwgronden verkaveld worden. Terwijl we hebben afgelopen maandag een regeringstopvergadering gehad. En ik heb de VP uitgelegd. Dit is genoeg. En ik heb de minister ad interim, dat is een ad interim GBB, gisteren laten komen met haar staf. En ze heeft schriftelijk opdracht gehad. 5% minister of 6? 6. Ze heeft schriftelijk opdracht gehad van mij. Om binnen 1 week dat besluit wat genomen door GBB terug te draaien. Binnen 1 week. Je moet kijken als het niet binnen 1 week gebeurt wat ik ga doen. Je moet alleen maar kijken wat ik ga doen binnen 1 week als het niet gebeurt. Toch? Het is genoeg. Het land heeft al genoeg van die grondproblemen.